Ja, ik praat verder met Peter Van Rompuy van de CD&V. Dag meneer Van Rompuy. Ja, bedrijven, vooral KMO's, blijken niet klaar om die nieuwe privacyregels van Europa na te leven. Blijkt uit enkele onderzoeken, heeft u ook uitgeciteerd. Maar vindt u dat niet straf, dat ze niet klaar zijn? Wel kijk, men heeft 2 jaar gehad. Hè. Daarom dat ik het vraag. Ja, de grote spelers die zijn zich nu volop in lijn aan het stellen. Dat kan u zien aan de mails die u binnenkrijgt en zo. Mm-hmm. Dus zij zullen tegen vrijdag allemaal waarschijnlijk klaar zijn. Dat de kleinere spelers, de lokale bakkers, slagers en dergelijke meer, nog niet volledig op de hoogte zijn en dat dit voor hen tot nu geen prioriteit was, daar kan ik eerlijk gezegd nog begrip voor hebben. Ja. En daarom ook dat men zowel federaal, en dat is nu in, ook in Vlaanderen bevestigd, men vanuit de toezichthouder die lokale ondernemers die kunnen aantonen dat ze op een redelijke wijze aan het werk zijn om zich in lijn te stellen, en dat is de grote meerderheid, is 15% die helemaal niet in orde is, maar 45% is bezig zich in lijn te stellen, hè, dat die personen op enige clementie kunnen rekenen. Ik denk dat dat in het belang is, zowel van de burger, dat het op een ordentelijke manier kan verlopen, dat die nieuwe bescherming in voege treedt, als ten aanzien van die lokale ondernemers, dat zij even de tijd krijgen om het te doen, maar ook zij zullen zich natuurlijk in lijn moeten stellen uiteindelijk. Ja, maar goed, ik vraag, vindt u het niet straf, hè? Want als u vandaag zou te horen krijgen, binnen 2 jaar moet u aan een aantal regels voldoen, dan heeft u daar 2 jaar de tijd voor om u voor te bereiden. Als u het niet doet, dan heeft u het eigenlijk zelf gezocht. Ja, maar dit is natuurlijk een enorme omwenteling. Hè? Dit is niet de wijziging van... Maar nogmaals, waar men 24 maanden de tijd voor heeft gehad. Ja, dit is een enorme omwenteling. Hè? Dit is uniek in de wereld. Nergens in de wereld geniet men vanaf vrijdag van zulke grote bescherming... Waar men 2 jaar kon aan werken. Waar men twee jaar aan kon werken. Dus men geniet van een zekere clementie, maar men moet zich uiteindelijk in lijn stellen. Daar is geen enkele twijfel over. Als u de Vlaamse regering vraagt wat gaat u doen om die KMO's te ondersteunen, dan krijgt u als antwoord, wij hebben gedaan wat we konden. Minister Muiters voegt eraan toe. Het is nu aan de bedrijven zelf. Bent u tevreden met dat antwoord? Was dat wat u in gedachten had of wou je iets concreter? Nee, ik denk dat het belangrijk is dat er nu iedereen bewust wordt van de problematiek. En een belangrijk issue dat de minister van Werk of van Economie aangegeven heeft, dat is dat hij gezegd heeft, kijk, ik wijs er nog eens op, en velen weten dat niet, dat lokale ondernemers een beroep kunnen doen op de KMO-portefeuille. Subsidies voor wie experten in huis wil halen. Voilà, en ik denk dat dat voor de lokale ondernemer de manier is om zich professioneel te laten begeleiden, om ervoor te zorgen dat het op een correcte manier in orde komt. En dat is opnieuw in het belang en van de ondernemer en van de burger dat het op een propere manier verloopt. Daarom heb ik de vraag gesteld, zodanig dat nog eens voor het grote publiek het duidelijk wordt van dit moet nu wel in orde komen. En dit is de manier waarop dat u het in orde kan krijgen op een acceptabele manier. Opnieuw, hier worden niet een paar kleine regeltjes gewijzigd. Hè. Dit is een fundamenteel... Nee, maar u bent tevreden met het antwoord van zowel de minister-president als zijn collega Philip Muiters? Ik vind dat dit echt op een correcte manier wordt aangepakt. En ik sta achter de omwenteling die de Europese richtlijn brengt en de manier waarop het nu... De verordening is het eigenlijk, hè? Ja, verordening. Ja. Hè? Wat ik de twee ministers ook heb horen zeggen, is dat het federale niveau ook zijn job moet doen. Daar zit een partijgenoot van u op die portefeuille economie. Heeft die zijn werk gedaan? Maar er zijn nog 2 wetten die gestemd moeten worden. 1, het Vlaamse decreet. Het Vlaamse decreet gaan we volgende week hier stemmen. Dat is eigenlijk te laat. Dat heb ik ook gezegd. We zijn al een week te laat. En dezelfde oefening moet gebeuren federaal. Moet een federale kaderwet komen. Ik denk dat dat valt onder de bevoegdheid van collega De Bakker. Maar ik vind dat de man de afgelopen weken en maanden... De Bakker bevoegd voor privacy, niet de minister van Economie of Werk in dit geval. Ik vermoed dat het een gezamenlijk project zal zijn. Hè? Maar ik heb geen enkele reden... Maar dat is dus ook te laat, hè? Voor beiden geldt dat we niet op tijd zijn. En als land zijn we bij de 8 landen in Europa die de volledige wetgeving of de volledige Europese verordening nog niet zullen volledig omgezet hebben in de eigen nationale wetgeving. Niet zo'n goede dus voor dat is, zeker te laat. Niet veel te laat, maar een beetje te laat. Maar het komt eraan. En daarom ook dat het belangrijk is dat ook de ondernemers enige tijd krijgen, want wij moeten ook onze wetten nog stemmen waarin dat van naaltje tot draadje uitgelegd wordt hoe het exact zal werken. Oké, bedankt voor dit gesprek, Peter Van Rompuy van de CD&V. Blijf bij ons, beste kijker. We gaan het straks hebben over kernenergie of de kernuitstap.